400 jongens en meisjes deden mee aan de grote asfalttekenwedstrijd die als onderdeel van het Jordaan Jeugdfestival op de Lindengracht in Amsterdam werd gehouden. Reeds bij het begin van de strijd werd er een overtreding begaan door een jong broekie dat zich, verloren op het asfalt van de grote stad, door zijn vader liet helpen. Om uit te tekenen waren de jonge artiest die zich uiterst geconcentreerd in de meest letterlijke zin op zijn werk geworpen had. Het meisje dat met het voorbeeldenboekje geen raad wist. En de twee dreumissen die er niets voor voelden om op dit late uur nog in het krijt te treden. De Jordaanse jeugd getuigde van een werklust en een dadendrang die kenmerkend zijn voor de vitaliteit van deze Amsterdamse wijk. De oudere Jordaniërs zagen met welgevallen neer op de bonte collectie krijttekeningen die in nauwelijks 2 uur tijds daar beneden hun ramen op het anders zo grauwe wegdek uitgespreid was. Er waren zulke fraaie kunstwerken bij dat de jury, die bestond uit een beeldhouwer, een kunstfotograaf en de bekende tekenaar Opland, het heel erg moeilijk kreeg. Hoe goed al het jeugdwerk van de Jordaan ook was, 1 tekening kon maar met de eerste prijs gewaardeerd worden. Dat was deze van de 11-jarige Henkie Jonkman. Als beloning kreeg hij de kans om eens een keer op de Lindengracht aan de rol te gaan.